Ben je er? Yes, hoi hoi. Hoi hoi. Ik ben er. Mooi zo. En meneer Ramatasing, bent u er? Ja, ik ben er. Goedemiddag, hier en daar in de studio en de luisteraars. Ja, dankjewel. Even kijken, ik zit even te kijken waar ik moet beginnen. Meneer Ramatasing, er gebeurt veel in Suriname op dit moment, op allerlei terreinen. Maar we willen even kijken naar het sociaal, financieel, economische. Heeft u kennis genomen van het EMO-rapport? OMO-rapport, openmarktoperaties. Er is een rapport geschreven door de heer Boussai, de heer Gersi en de heer Stelli-Raghuarsing. Dat klopt, ja. Ik heb het doorgenomen. Het rapport is overigens van december vorig jaar, hoor. Ja, maar desalniettemin. Ik bedoel, ik denk dat... Het is uitgelekt, ja, dat klopt. Het is uitgelekt, want de regering wilde dat dus niet prijsgeven. Ja. Kunt u onze luisteraars iets hier meer over vertellen? Ook kort samengevat, en dat is ook wat de vrienden van economisten al langer gezegd had. De deskundigen van de regering, dus meneer Boussaid en meneer Gersi, want meneer Raghuarsing was... toen het rapport uitkwam, ondertussen minister van Financiën geworden. Dus hij mocht dat stuk niet ondertekenen. Maar hij had wel eraan meegewerkt. Ja. Die zijn tot de conclusie gekomen dat het OMO niet gewerkt heeft. Dat het via een vrije marktmechanisme afromen van overtollige liquiditeiten in de samenleving. Dat vanwege de beperkte werking van het marktmechanisme niet gewerkt heeft. En abominaal hoge rentes heeft opgeleverd. En dat de samenleving, want het is geld van de samenleving, alleen maar geld gekost heeft, miljarden. Het gaat om een bedrag van 3 miljard die men extra gepompt heeft in de samenleving. Ja, dan rente, ja. En nu gecreëerd geld, hè. Ja, maar dat betekent dus dat je dan een explosieve koersstijging krijgt. Dat heeft ook mede de koers fors omhoog gebracht. Toen men begon aan OMO was die koers 21. En nu is die koers 38, zoveel. Dat betekent dus dat het monetaire beleid, financieel, economisch, het monetaire beleid rampzalig geweest is. Ja, abominabel slecht, ja. En we hebben, het is niet dat ze het niet wisten, we hebben ze gewaarschuwd tussentijds. En ze hebben niet willen luisteren. Nog de regering, dus financiën, nog centrale bank. Want als we ook kijken naar de rapporten van het IMF, Internationale Monetaire Fonds, zij geven dus aan dat in 2019 het beleid dat de centrale bank voerde toen een veel beter beleid was. Nou, je moet dat ding wel in het juiste perspectief plaatsen, want dit wordt door de regeerders van toen die de crisis hebben gecreëerd, misbruikt, omdat het IMF toen zag dat die economische, er was sprake van een aantal economische parameters die in lijn waren. De koers was op die 4-0, op 7-0-4 geloof ik. En er waren een aantal dingen die redelijk goed eruit zagen. Maar wat men niet had meegenomen is dat we ons kapot geleend hadden. En dat we niet in staat zouden zijn om die crisis af te wenden. Dus ook IMF-economen kunnen soms dingen te optimistisch inzien. En dingen die heeft geschreven die niet helemaal waar zijn. Dus dit is gewoon een verkeerde analyse van IMF geweest toen. En we hebben er toen op gereageerd. U weet, ik ben vanaf 2016 voorzitter geweest van de vereniging. Dus ik kan u haarfijn vertellen welke interacties wij hebben gehad met het IMF, met de regering. En we kan je precies zeggen wat wij hebben gezegd, waar we voor gewaarschuwd hebben. En dat hebben we niet willen luisteren. De vorige regering niet, maar ook deze regering niet. Het feit dat er tijdens het vorige kabinet te veel geld geleend is, op wiens konto, op wiens bord komt dat? Is het op het bord van Boudes of het bord van Hoefdraad? Nou, dat is een tandem toch? Dat is één geheel. Ja, ja. Tandem, alleen die ene moet één en ondeelbaar. Ondeelbaar, wel, fysiek wel deelbaar, want die ene is ondergedoken, heel diep ergens. Nee, niet zonder reden, gaat die verder. Die andere wordt binnenkort ergens ondergebracht. Het klinkt onheilspellend. Gaat u verder. En, als het gaat om de herschikking van schulden van Suriname. Heeft dat iets opgeleverd voor Suriname? Nou, laat me goed uitleggen. Die herschikking was belangrijk
om te voorkomen dat we in grote problemen zouden komen internationaal, dat wij wanbetalers waren, dat wij ons niet aan afspraken hielden. Dat is internationaal doodzonde. Je zou dat kunnen opvangen door zwaar te bezuinigen, heel erg zwaar te bezuinigen. Dan zou je je lening kunnen afbetalen. Maar dat zou in Suriname ongekende sociale problemen geven. We zouden geen salarissen kunnen betalen als we die aflossing zouden moeten doen. Dus we hebben de regering ook geadviseerd, probeer die leningen te herschikken. Maar doe het zo snel mogelijk, want time is money and a lot of money. Niet gewoon klein geld. Ik ga u straks met cijfers aangeven hoeveel extra rente we hebben betaald, doordat wij niet directe schikking hebben getroffen, maar dat we zijn gaan, powerplay gaan spelen met de Oppenheimer bondholders. En daardoor hebben we 288 miljoen meer aan dollars meer aan schuld opgebouwd, doordat we, we wisten het beter, we wilden niet luisteren naar economen. Maar Suriname had toch dat bureau Lazar in de arm genomen? Ja, en dat is een grote teleurstelling geworden. Eigenlijk moeten we ze zoeken voor wanprestatie. In plaats daarvan gaan ze een succesfee krijgen van een paar miljoen straks. En ze kregen iets op de radio van hoeveel? Het loopt in de miljoenen. Bij elkaar hebben ze ontvangen, voor de afgelopen 2,5 jaar hebben ze ontvangen iets van, ik dacht, 2,2 miljoen. US dollars en ze krijgen straks een succesbonus ook in de orde van 2 tot 3 miljoen dollar. Het is geen groot geld, maar het betekent wel dat wij door een trage aanpak. Ik zal u even vertellen, ze zijn in oktober 2020 aangetrokken. Voor 6 maanden. Dus je verwachtte dat binnen 6 maanden het rond zou zijn. Dat was hun belofte. Ze hadden goede naam, we hebben ze aangetrokken, we hebben het contract getekend. En pas in mei 2021 komen ze met een voorstel van een haircut van 70%. We hebben als vereniging direct gezegd, maar dit is een indecent proposal. Dit gaat toch nooit geaccepteerd worden door de andere partij. En ze vonden dat nee, dit is de juiste aanpak, et cetera. Oké, die bondholders hebben toen afgewezen. Dat was te verwachten. Suriname zegt, Lazario Faya, zegt, bleef Suriname die contracten met Lazar verlengen en ze elke maand 120.000 plus 30.000 onkostenvergoeding betalen. En we hebben gewaarschuwd ervoor, dit gaat ons vreselijk veel geld kosten. Maar het is doorgegaan. En pas in mei 2022, dus een jaar later, komt er een tweede voorstel van Lazar, dus van de regering, maar dus op advies van Lazar, van 40% haircut, dus korting op de lening. Ook dat is niet geaccepteerd door de bondholders. En nu pas met een 25% haircut, ik ga u straks uitleggen dat het helemaal geen haircut is, is er een akkoord bereikt. Ik ben blij dat er een akkoord is, want daarmee stop je jouw slechte naam in de wereld. Maar het is wel een heel slecht akkoord. Ja. Owen, heb jij een vraag? Ja, nou, ik luister. Met name wil ik weten wat per saldo dat slechte is van dit akkoord. Ja. Oké, die zogenaamde herkut. Kijk, die schuld was tweeledig. Een 550 miljoen en een 125 miljoen. De eerste lening was dubbel voor twee dingen. Eén voor de begrotingstekort te dekken, 300 miljoen. En 250 miljoen voor de begroting, 300 miljoen voor staatsolie om investeringen te doen. Staatsolie heeft het binnen anderhalf jaar terugbetaald aan de staat. En de staat heeft die 300 miljoen ook weer consumptief opgemaakt. Dus het verhaal dat het geld was om te investeren is onzin. De overheid heeft gewoon consumptief opgemaakt. Het tweede was, en dan zegt men, echt, de leugen regeert in dit land. En deze regering doet niet anders. De tweede 125 miljoen, zegt men, dat was om de stuwdam over te kopen van Suralco. Dat is niet waar. We hadden gewoon onze rekening 4 jaren lang niet betaald, onze stroomrekening van de stuwdam. Die wij aan Afubakka moesten betalen, aan Suralco. Hebben we gewoon niet betaald. En het ging alleen maar om de oude rekening af te betalen. Had niks met koop van de stuwdam te maken. Dus die leugens die worden verteld, die worden gewoon iedere keer weer herhaald. Het was gewoon consumptief krediet dat we genomen hebben. En logisch dat we niet kan terugbetalen, want je verdiencapaciteit is daardoor niet verbeterd. En dan die dure oplossing die men nu heeft bereikt, is dat het helemaal niet gaat om een korting. We hebben het alleen opgesplit in twee leningen. Eén lening gaat per 2027 in
En een tweede lening gaat in zodra we geld uit de olie-exploitatie krijgen. Het gaat, zodra en, of als? Ja, zodra. Nee, tot en met 2050. Als we 2045 pas olie uit de grond, uit de zee halen, dan gaat het in 2045 in. Maar tot aan 2050 is het een nieuwe lening. Het is geen korting, het is een nieuwe lening. En alleen als 2050 verstreken is en we hebben geen oliegeld gehad, alleen dan wordt het kwijtgescholden. De staatsinkomsten, de olieinkomsten, ik heb begrepen dat die niet de afdrachten van staatsolie gaan, dus niet naar de Centrale Bank van Suriname. Maar ze worden ergens op rekening gestort in de Verenigde Staten. Ja, die waar Suriname maar maximaal 70% uit kan trekken, want 30% gaat naar de Oppenheimer bondholders. Ja. Owen, ga je gang. Ja. Nou ja, ik vind het opmerkelijk hoor, want wat ik niet begrijp, misschien dat Ramoutar Singh kan uitleggen. Ik heb begrepen dat 60 tot 70% van de Surinaamse economie een informele economie heeft. Is. En mijn vraag is, hoe handel je dat? Hoe ga je daarmee om? Heb je überhaupt grip op dit soort maatregelen als OMO? Ja, nou, dit gaat slechts om het formele deel van de economie. Ik zelf schat in dat het niet zo groot is als jij zegt. Ik denk dat het onder 40% is, maar dat is gevoel. We hebben geen statistieken daarvan. Dat is trouwens eigen aan informele economie. Voor mijn gevoel is het in de buurt van de 40, hoor. Maar we praten nu slechts over het formele gedeelte. Het gaat om een transactie van de staat. Dat is altijd formeel. Die informele sector gaat rustig door. Die informele sector is een mix van grijs geld, zwart geld en witgewassen geld. Het is een hele mix. Het is niet automatisch slecht geld, maar het is wel dat gedeelte dat buiten de officiële statistieken omgaat. Maar dat bepaalt echt grotendeels de welvaart van die samenleving. En wat voor beleid zou je moeten voeren om die informele economie zo klein mogelijk te krijgen? Ja, dat is zoveel studies van in de wereld hoor, om die formalisering te stimuleren. Variërend van generaal pardon voor mensen die hun geld zwart verdiend hebben om ze een kans te geven om dat te legaliseren, tot gewoon... deze processen simpeler te maken, zodat mensen kunnen registreren bij KKF, bij de Belastingdienst, zodat je ze in beeld krijgt en dat ze hun fair share kunnen afdragen aan de belastingen. Meneer Ramoutar Singh, vraagje, hè? Waar is het eigenlijk misgegaan toen het kabinet Santokki aantrad? Komt het omdat er A, onvoldoende expertise en know-how aanwezig is in het kabinet, niet de juiste man of de juiste vrouw op de juiste plek zat? Of komt het omdat er verkeerde maatregelen genomen zijn of omdat Santokki verkeerde adviezen gekregen heeft? Of komt het omdat meneer Santokki denkt dat hij het beter weet dan zijn adviseurs? Waar zou het aan liggen? Dat is een hele moeilijke vraag, boy. Ik denk dat het een mix is van de dingen die je noemt. Ja, niet dat er één factor aan te wezen is. Maar ik denk dat je in zijn algemeenheid toch moet denken aan mensen gaan in de politiek om hun belangen te behartigen. En dat speelt altijd onder de oppervlakte. Ze gaan het nooit eerlijk bekennen, maar onder de oppervlakte bij beslissingen, beleidsbeslissingen, speelt altijd het belang van deze of gene. En dat remt inderdaad het algemeen belang heel vaak. Ja. Ik denk dat dat de basis, fout is, die de politieke partijen allemaal sinds de onafhankelijkheid maken, zei je dat die oude politieke partijen, en dan noem ik ze met name NPS en VAP, altijd wel wisten maat te houden met bevoordelen van friends en families, met corruptie. Ze wisten wel een beetje maat te houden. De NDP heeft het helemaal opengegooid, die wisten geen maat te houden. Maar nu lijkt het alsof de VHP nu, en Ahbap helemaal, die grenzen niet meer kennen. Dus die gaan ook op het niveau van de vorige regering tekeer. Ja. Het is een verloedering eigenlijk van de politiek. Ja, precies. Maar wat mij een beetje benauwt, dat is, hoe gaan we hieruit komen, politiek, als je niet een
radicale wijziging van het stelsel in Suriname gaat doorvoeren. Ik noem bijvoorbeeld, als je zou zeggen, verkiezingen, voordat de verkiezingen komen, moeten alle politieke partijen de namen noemen van mogelijke kandidaten voor president, vicepresident, president, vicepresident, ministers. Zodat de bevolking van tevoren kan meewegen op basis van de kwaliteit van de kandidaat. Dan heb je toch iets meer greep op kwaliteit, Winston? Ja hoor, ik hoor je. En er zijn nog een paar, ik kan een paar dingen aan toevoegen wat jij zegt. Voor de verkiezing de vermogens van de kandidaten te laten vastleggen. Zodat ze weten dat als ik ga stelen, mezelf ga verrekenen of mijn kinderen dingen ga toewijzen. Dat het mogelijk een keer bij onderzoek kan worden bewezen dat ik het heb, mezelf heb verrijkt. Ik kan ook noemen de financiering van de verkiezingen, met name van de politieke partijen, vooraf bekend te maken of transparant te maken wie de sponsoren van de partijen zijn. Zodat je weet welke belangen gediend gaan worden na de verkiezingen, na de verkiezingswinst. Dus er zijn een heleboel maatregelen die we zouden kunnen invoeren om die democratische uitdrukking te verbeteren en de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. Alleen, je weet hoe dat gaat, je vraagt deze mensen die genieten van de privileges om hun eigen handen te binden en zichzelf te beperken. En dat gaat niet makkelijk. Ze willen zichzelf helemaal niet beperken. Want zij denken dat ze eeuwig aan de macht blijven. Ja. En ik ben bang dat we dan dus weer dezelfde fouten maken als bijvoorbeeld de vorige regering. Santokki heeft ook die fouten gemaakt met de familie en vrienden kabinet. En ik ga door, hè. Je hebt het laatste gehoord, hè. De tweede autogoal van de tweede helft van deze regering. Dat deze zoon gaat benoemen tot ergens op het consulaat in Miami. Nou ja. Zijn dochter is al rechterhand op het kabinet van de president. En die zoon wordt nog ergens diplomatiek gepost. Dat is onvoorstelbaar. Dus eigenlijk laat Santokki zien dat hij lak heeft aan het volk. Hij einde zou maken eraan. Ja. Nee, ik denk dat het een bewijs is, het brevet is van bestuurlijk onvermogen. Zo zie ik dat. Of hij ziet het einde naderen, dat kan ook. Ja, dat kan ook, maar ik heb zoiets van, zijn politieke geloofwaardigheid is hij totaal kwijtgeraakt, denk ik. Dat is hij kwijt, ja, dat is al lang. Hij is kwijtgeraakt en ik denk dat als er nu verkiezingen gehouden worden, dat de VHP waarschijnlijk gehalveerd wordt. En ze hebben een mooi propagandaboekje gepresenteerd de afgelopen week. Echt VHP-propaganda. Heel mooi verzorgd, in kleur en zo. Op kosten van de gemeenschap. Ja. Zo, ja. Maar ik blijf erbij en even op Owen inspelen. Het gaat alleen veranderen wanneer bij deze bevolking, die straks weer moet gaan stemmen, en 5 jaar daarna weer moet gaan stemmen, wanneer er een bewustzijn ontstaat van, als ik deze mensen blijf kiezen, gaat het niet veranderen. Ik moet echt wel beter gaan zoeken naar wie mijn belangen beter kan behartigen. En zolang dat niet het geval is, gaan we blijven modderen. Maar als we kunnen ook nog wel concluderen of dan wel vaststellen dat de oude politieke, de gevestigde oude politieke partijen het allemaal hebben laten afweten. Die hebben gefaald. Ja, maar dat nieuwe komt maar niet van de grond. Dat is de dat nieuwe komt maar niet van de grond. Waarom mensen zeggen, waarom zal ik gaan demonstreren voor Yagi Santokki, voor Potbouw Tabaka? Ja. Zolang er geen beter alternatief heel duidelijk zichtbaar is, gaat men terughoudend zijn. Maar waarom, ik kan me voorstellen dat de buitenparlementaire oppositie een verbond kan sluiten, een alliantie kan aangaan met het maatschappelijk middenveld, waar de VES ook deel van uitmaakt. Dat zou hun sieren, ik merk er alleen nog niet zoveel van. Ik merk niet dat er enige echte samenwerking is. Ik merk ook niet dat men de grote ego's heeft kunnen laten schieten. Want dan gaat het weer om wie gaat leiden en wie gaat volgen. Het moet nog komen. We zijn 3 jaar verder. Het is nog niet gekomen. Ja, nee, wat gek is, je kunt de huid van de beer niet verkopen voordat je de beer geschoten hebt. Dus het punt is, ze lopen te veel vooruit op zaken. Ja. Wie moet dat worden? Wie gaat dit worden? Nee, probeer eerst een goede organisatie neer te zetten. Probeer het vertrouwen van de bevolking te winnen. En pas dan kun je de volgende stappen zetten. Ja, ik denk dat die kleinere partijtjes bij de verkiezingen, dat die
ja, die merken dus dat ze steeds meer kleine support, groei aan support hebben. En dat ze daarmee al tevreden zijn. Als ze denken dat ze van een halve zetel naar een driekwart zetel kunnen groeien, zijn ze al blij. Maar wat wij nodig hebben is een complete doorbraak, een compleet nieuw soort politiek. En dat komt nog niet uit de verf. Nee, precies. Dat is ook de reden waarom ik in de discussie met Van Dijk Silos en anderen gezegd heb van een nieuw kiesstelsel, dat verander je niet in 1, 2, 3 jaar. Dus je moet gewoon gaan met de bevolking gaan overleggen, wat is er nodig om dat kiesstelsel zodanig te veranderen dat allemaal win-win-win-win situatie. En toen vroeg iemand, geef een voorbeeld. Toen zei ik, bijvoorbeeld een tweekamerstelsel. DNA is één kamer. De meeste democratieën hebben twee kamers, waarvan de ene een soort review, een soort controle, een soort kwaliteits... Hè? Nou, maar ga erover discussiëren met die bevolking. Nee, dat vond ze van niet, mevrouw Van Dijk zei, nee hoor, we gaan gewoon die kiesregeling. Artikel zoveel als eerste. Ja, maar je moet toch eerst het totaal weten waar je naartoe gaat voordat je de eerste stap zet. Maar goed. Ja. Nee, we hebben hier wel iets dat een beetje daarop lijkt. En dat is die staatsraad die wetten vooraf moet becommentariëren. Ja. Dat is natuurlijk nep, want dat wordt ook politiek grotendeels ingevuld. Nee, precies. En dat staat onder de leiding van de president hemzelf. Dus bij voorbaat is dat al nep. Ja. Meneer Amater Singh, want er zijn heel wat presidentiële commissies door de president ingesteld. Heeft hij de VES wel eens uitgenodigd om zitting te nemen in deze presidentiële commissies? Gelukkig niet. Van de presidentiële commissies presteert iets. Bovendien, de presidentiële commissies moeten doen wat de ministeries niet doen. En dat lukt natuurlijk niet als de ministeries die daarvoor equipped zijn het niet kunnen. Dan gaan de presidentiële losse commissies het ook niet kunnen. Dus er komt niks van terecht. Ja, maar die mensen in die commissies, die krijgen, strijken aardig wat vakantiegelden op. Ja, oké. Okay. Maar dat is klein geld. Ik maak me daar niet druk over. Het gaat mij om een bestuurlijke... een bestuurlijke kuno die je creëert. Want je laat eigenlijk je ministeries... Je staat toe dat de mensen niet meer functioneren. Want laat die commissie het maar oplossen. Ja. Maar hoe staat het... van het bestuur verbeteren. En dat begint door het staatsapparaat efficiënter te laten draaien. In de eerste plaats met minder mensen... Maar dat lijkt in Suriname onmogelijkheid, want we zijn al meer dan drie jaar bezig te inventariseren wie zijn allemaal ambtenaar, terwijl ze elke maand betaald. En verder zijn we niet gekomen. 3 jaar lang is meneer Bronto bezig te inventariseren. En er is niks anders uitgekomen dan een lijst van bijna iedereen die betaald wordt is weer geregistreerd. Ja. Zelfs mensen die in Holland wonen, konden zich via de website registreren. Meneer Abbott, we naderen het einde, zo langzaam aan het einde van het interview. Heeft u nog een boodschap voor onze landgenoten in Nederland en in Suriname? Nou, de enige boodschap is nolas bribi. We zitten echt in een bestuurlijk vacuüm. De regering presteert niet en babbelt alleen maar. Doet eigenlijk alleen maar dingen om aan de macht te blijven. Dus die gaan die crisis niet kunnen oplossen. De economie groeit volgens de berekeningen weer lichtjes. Maar dat komt niet doordat we meer presteren. Maar dat komt alleen maar doordat we hoge goud- en olieprijzen hebben. Ja. Dus niet dat we presteren minder, we produceren minder. Maar die BBP groeit wel omdat die kijkt naar de prijzen. Ook kijkt naar de prijzen. Nolas bribi, we gaan door dit dal heen moeten gaan. Deze regering heeft zijn beloftes niet kunnen waarmaken. Ze zeggen dat ze dat in de tweede helft wel gaan doen. Maar als je 11-0 achter staat, lijkt het me heel sterk dat je met winst eruit komt. Sterker nog, ik vrees een enorme electorale afgang als men zo doorgaat. Ja, dus dank u wel, meneer. Nolas bribi, het gaat wat tijd kosten, maar het komt wel een keertje goed. Dank u wel, meneer Winston Amator Singh, dat u onze luisteraars hebt bijgepraat over de jongste ontwikkelingen in Suriname. Dank u wel en tot de volgende keer. Ja, goedenavond. Bye-bye, Winston. Bye-bye. Bye-bye. Ja. Owen, ja. Ja. Triest, hoor. Triest. Ja, het is een...
Je wordt er niet vrolijk van, laat ik het maar daarop houden. We zijn 3 jaren verder, hè. En als je ziet wat er op het bordje ligt, gekomen is en ligt nu bij voor het kabinet. Dat bedoel ik dus, zeg maar, die binnenlandse ongeregeldheden. De vervuiling van het klimaat. Kortom, dan kan ik me niet voorstellen. In alle opzichten heb je crisis in Suriname. Ja. In alle opzichten. President Santokki gaat wel naar Sandrij om het nieuwe toestel te bekijken van de SLM. Ja. Maar hij gaat niet naar het Brokkoponderstuw meer. Ja, en daar heb ik zoiets van, ja, scheidig uit, man. En tegelijkertijd wil men niet het bedrag prijsgeven wat men betaalt voor het leasen van dat toestel. En dan denk ik, ja, dat is toch zo triest. En zo'n transparantie was een van zijn hoofd. Ja, nee, precies. Het is toch jammer. Het is triest. Ik zie het somber in, maar er moest Lasbribi natuurlijk, wat Winston zei. We moeten blijven hopen, maar alleen je wordt er moedeloos van als je ziet wat deze president geen leider is. Hij laat alles zien dat hij geen leider is. Geen sterke leider. Nee, dat klopt. Maar dat is wat je nodig hebben. Ja, hij mist ook de know-how, de expertise ook. En, kijk, ik vind dat als een land in crisis verkeert, hè, normaal gesproken, ja, zou je toch wat economische know-how, monetaire en financiële know-how verwachten.